diezelfde tijd. In diezelfde tijd zag ik ook bijvoorbeeld Jasperina de Jong. Nou, dat vond ik ook wat zeg. Vol bewondering keek ik naar Jasperina. Zij zong met zo'n gemak, zo'n souplesse. Ze was zo loepzuiver. En ze was zo grappig. En toen wist ik, dat wil ik ook. Ik wil ook op dat podium. En dus wil ik haar als eerste eren met het eerste echte liedje van een van de grote diva's van Carré. En dat is gelijk ook het moeilijkste liedje uit haar repertoire. Ik had gehoopt dat u zou denken dat dat dobbe, dobbe, dobbe was. Nee, het is de minutenwals. Ja. Goed, u begrijpt, het kan even duren voordat ik hem helemaal heb. Zet de klokken niet op gelijk, praat even wat met elkaar tussendoor. Ja, meestal stik ik ergens halverwege het liedje. Maar goed, om Jasperina de Jong te eren, kan ik alleen maar zeggen, Jasperina, deze is voor jou. Ik ben er bijna, ja. Het is een wals, hè? Dankjewel, Gildo. Dat zei zij ook altijd. Hebt u één minuutje, één klein minuutje, red ik het in één minuutje, blijft er nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minuto Was. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dan kennen ze me niet, geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd, dan is het een feit, dan zing ik even de Minuto Was. En had ik hoop dat het niet al te vals, het kost mij enkele jaren van mijn leven en van slapeloos door wacht en nacht, een schoonheidsprijs, mag u dan ook niet verwachten, u weet wel, ik zing de snootse voering uit mijn keel, mijn longen uit de naad gescheurd. Dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot, het gaat niet om de cent. Maar ik doe het om te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de ballen. Die doet zonder dolle in zijn graf te tollen dat ik hem tekort doe help, ik word moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik naar die dingen. Maar wat met pet gooi en een beetje rotsen met Chopin's minuten was. Even rust, mijn arme hals. Want ik ben al bijna platgewalst. Hoe zal nu de tijd vergaan? Nog niet halverwege en al ver achteraan. Nog een handjevol seconden heb ik uitgevonden. Ik hoef amper nog een half minuutje. Nog een handjevol seconden, amper nog een half minuutje. Klaar is dus Chopin's minuten was. En nu geen nootje mee gemist. Want ik laat me toch beslist niet kisten. Weddenschap gewoon, het gaat wel niet om tonnen. Maar ik hoor al de verliezers tanden knarsen. Maar de volgende keer werd ik op Willy Scholten, Meijers koning voetbalmars. Oh, de eindspan, het is nu echt begonnen. Graag zou ik dit niet besluiten. Stralend als twee zonnen hangen die seconden wijzers tegen. Ik barst uit de snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal het rusten straks toch heerlijk zijn. Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minuten was. Frédéric Chopin. Dan kan ik tenminste weer ontspannen nu. Oh, zo lang geleden dat zij dat deed. Oh, wat was ik jaloers op haar. Ik heb er echt 17 jaar op gestudeerd voordat ik hem had. Echt waar. 17 jaar. Elke keer bij een seconde ging ik, hoor. Boem, weer fout. Ik heb het ook gezongen, maar toen zij in de zaal zat. Echt waar. Zij zat in de zaal. Ik was zo gespannen. Ik was zo nerveus. Ik heb hem toen zo snel gezongen. Het was binnen een minuut klaar. En ik zag haar. Ja, en dat was wel leuk, want toen kwam ze daarna naar me toe. En toen heeft ze tegen me gepraat. En ik, nou, ik was echt heel jong. Ik weet niet meer. Nee, maar toen zei ze echt heel leuk. Zei ze, ze kneep in mijn wang, weet je wel zo. En toen zei ze, goed gedaan, hoor kindje. Ga zo door. En ik ben natuurlijk een heel braaf meisje. Dus ik ben doorgegaan. Dus eigenlijk op haar advies sta ik nu hier. Even voor de duidelijkheid, dames en soms een heer. Het is natuurlijk heel duidelijk, je moet heel goed articuleren, hè, voor de minutenwals. Het is überhaupt heel belangrijk om te articuleren. En Jasperine de Jong kon dat als geen ander. Het was haar specialiteit, articuleren. Ik kom oorspronkelijk uit de Kop van Noord-Holland. Skaan. U weet het, het West-Fries. En dan praat je anders, hè. Nou ja, kan ik dit. Nu wisten we zelf dat het naar nader is een keertje succes. Mensen vragen, hè?
Ik dacht, ja, denk of niet. Ik zei, kijk, nee, maar kijk nou, dan praat de Jurgen in mijn wijf. Ik dacht, kijk, no, Mike, no, no. Alleen maar zo, hè. Dus ik was 20 toen ik naar de Academie voor Kleinkunst ging. En toen vonden ze het grappig en heel kostelijk en zeer vermakelijk, maar of ik gewoon normaal wilde praten. Ja, ik heb 3 jaar lang met een kurk in mijn mond gelopen, zodat ik gewoon ging praten. Als je dan een kurk hebt, dan praat je vanzelf een beetje zo. Dan ga je gewoon beter articuleren. Ook beter van pijpen trouwens, maar dit is volledig terzijde. Dat heb ik niet gezegd. Maar we zijn vrouwen onder elkaar, zeur niet. Oké, ik zei bijvoorbeeld, weet je, nou, graag een icy. Als je uit Noord-Holland komt, herken je dat icy. Maar ik heb dus moeten leren zeggen ijsje. Ijsje. Zo simpel. En ik weet nog heel goed, ik was 25 en toen speelde ik de hoofdrol in de musical Mini Crimi. En dat was geschreven door Guus Vleugel. En nou, hij was natuurlijk vroeger dé schrijver van Jasperine de Jong. En hij was heel erg gewend aan hoe zij articuleerde, hoe zij sprak en zong. Dus toen ik in de hoofdrol, weet je, wel belangrijk, 14 nummers. En een van de liedjes die ik moest repeteren was in de eerste week het liedje dat ik verliefd was op de officier van justitie. Nou, dat ging zo van... Ik zat schijnbaar onbewogen en dat lukte me, goddank. Ik denk, nou, dat is beeldig gezongen. En Guus Vleugel, die praat zelf een beetje zo. Ik zou heel graag willen dat jij toch iets aan meer zoals Jasperine zong. Zeker, oké. Dus dan klinkt het zo. Ik zat schijnbaar onbewogen, want het lukte me, goddank. Zij deed bijvoorbeeld, weet je, vroeger had je dat nummer Call Girl. Weet je nog, dan speelde zij een geile hoer. Ja, een ander woord heb ik er niet voor. Zeker zoals de call girl, en ze moest dan hijgen door de telefoon. Kijk, als je aan mij vraagt, speel jij even een gele vrouw? Sowieso hoef je dat niet echt te vragen. Nee, maar dan klinkt het dus. Ik zou het zo doen van... Hallo, wat kan ik voor je doen, knul? Zal ik eens fijn, hè? Een minuut wel zie je. Op je gezicht, hè. Weet je wel, zoiets. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij dan dat je denkt, oh, stoute mevrouw, zeg maar. Maar Jasperina was natuurlijk Jasperina en bij haar klonk het zo. Oh, hallo schat, alright, alright. Vanavond 19:30 in de Schillerbar. Bye. Nou, wie werd hier nou een beetje hitsig van? Oh. Ja, kom op, Cor. Jij speelt altijd met harde noten. Kom op.